Breda Nu. Je weet het meteen. Iets nieuws in Breda. Tot en met 15 januari 2017 kunt u biologisch lunchen en dineren in het voormalig postkantoor aan de Oude Vest in Breda. De mensen die hier binnenkomen, die treffen een 750-tal biologische producten aan. Die treffen een lunchroom aan en een eventruimte en een bioscoop waar ze foodfilms kunnen zien. Ze kunnen hier lunchen, ze kunnen hier alle producten proberen, ze kunnen informatie opdoen. Ze kunnen zich laten inspireren op het gebied van verantwoorde voeding. En dat gaat in een breed spectrum, dus zeg maar van eten, proeven, ruiken, maar ook gewoon meemaken en zien op de diverse beeldschermen die we hier in het bierproevenkal hebben opgesteld. Kom ik in een biologische winkel, hè? We hebben hier in Breda natuurlijk meer van die winkels dan supermarkt, biologische supermarkt, dan ruik ik heel andere geuren dat je denkt van hè, dit is... dit is heel apart. En dat ruik ik hier niet. Het ruikt hier hartstikke lekker. En hoe kan dat? Nou, omdat wij natuurlijk ontzettend lekkere producten verkopen. Maar wat je moet realiseren is dat wij in principe geen verse producten verkopen. Dus bij ons is alles houdbaar en het is inderdaad verpakt. Dus die geur van verse groenten of kaas of brood, die ruik je hier natuurlijk niet. En maar om even terug te komen, het is goed dat je die echte geuren ruikt. Want als je in een normale supermarkt terechtkomt, dan zijn die geuren wel eens gemanipuleerd, zal ik ze stiekem zeggen. Wij werken niet met geur, kleur en smaakstoffen. Wat je bij ons proeft en ruikt is echt het product wat je eet. Dus probeer maar eens te kijken wat je nou proeft als je echt iets eet. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld onze ketchup. We krijgen complimenten van kinderen via onze social kanalen. Dat de mensen blij zijn dat de ketchup naar tomaat smaakt. Nou, dat is natuurlijk bijzonder dat mensen dat zeggen. Dat betekent dus dat het normaal niet van toepassing is. Dus terug naar de origine, terug naar de oorspronkelijkheid. Dat denk ik wel een groot goed. Ja, want de aardappel die kan echt naar aardappels smaken, maar ook naar niks eigenlijk. Hè? Het proeven is sowieso een kunst. Ja. Dus als ik een advies mag geven, ja, dan zou ik zeggen, als je iets eet, probeer te proeven wat je eet. Hoe proef je dan? Wat is proeven? Om langzaam te eten, lang in je mond te houden en erbij na te denken wat je in je mond hebt. Ja. In plaats van concentreren. En concentreren op je voeding, in plaats van jezelf vol te stoppen met hetgeen wat je eigenlijk niet binnen wil krijgen. Wat wij als smaakspecialist, waar we voor staan, is dat we innovator zijn. Dus we lopen voorop als het gaat om nieuwe producten. Dus dat is van alles. Ik weet niet of u ondertussen de insecten al geprobeerd heeft. Dat... Noem eens wat op, wat je allemaal hebt. Ja, 2016 is het jaar van de pulvrucht. Dus een hele belangrijke voedingsbron, omdat steeds meer mensen kiezen voor een leven met minder vlees, waardoor je op een andere manier aan voedingsstoffen moet komen. Nou, pulvruchten zijn daar een hele goede bron voor. Ja. We zijn gaan kijken naar wat kun je nog meer met pulvruchten. Dus we hebben bijvoorbeeld een pulvruchtenspread ontwikkeld voor het brood. Die is gemaakt met rode linzen en currykruiden. En zoals gezegd gaat Evelien dan aan de slag in de keuken, net zolang tot we het ultieme recept hebben. Ja. En dat is dan een van de voorbeelden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk werk, toch? Dat je af en toe gewoon van je werk zit te proeven. Wij werken bij het leukste bedrijf van Breda. Ja. Van Nederland misschien nog wel. Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen. Ja. Ja. We gaan elke dag met plezier naar kantoor. En het is gewoon heel gaaf om bezig te zijn met een product waar je volledig achter staat. En dat je dat deelt met de mensen om je heen.